We hebben tegenwoordig een heel leuk team met meiden en ik ga ze even aan jullie voorstellen. En toen dacht ik, nou, ik ga iets nieuws doen met cijfertjes. Dus jij bent eigenlijk de speel tussen de klanten, kraammachinisten. Nou, ik denk dat ze iets meer empathie en gevoel hebben dan een man. We hebben nu ongeveer 30% vrouwen bij ons werken en je merkt toch wel dat het een heel ander soort sfeer is. Jennifer, wat doe je precies bij ons? Het kriebelt wel het meeste de torenkranen, maar... Ze is vanuit Zwitserland hierheen verhuisd om leerling kraammachinist te worden. Hoi, wat leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag een interview met de meisjes van RKB. We hebben tegenwoordig een heel leuk team met meiden en ik ga ze even aan jullie voorstellen. En we beginnen bij Richelle. Hoi. Hoi Richelle. Hi. Richelle, vertel eens even, wat doe je bij ons? Wat doe je hier? De administratie. Hoe ben je precies hier terechtgekomen? Ja, zoeken. Ik zat eerst in het onderwijs, vond ik niks voor mij. En toen dacht ik, nou, ik ga iets nieuws doen met cijfertjes en Toen kom je bij ons terecht. En wat vind je nou het leukste aan je werk? Ik vind het leukste, ja, de uitdaging, iets nieuws leren en de sfeer natuurlijk. Typisch werkdag, hoe ziet die eruit? Ja, hoe ziet die eruit? Ja. Mailtjes afhandelen, bijwerken, administratie, financiële administratie in boeken. Zorg dat alle facturen betaald worden, dat alles netjes achter de schermen geregeld wordt, dat is ook heel belangrijk. Hoe is het voor jou om als vrouw, kijk, jij hebt minder met die jongens te maken, maar je hebt wel met klanten te maken natuurlijk. Ja. En meestal ook wel aan de vervelende kant, als ze niet betalen en zo. Ja, dingetjes. Hoe is het voor jou om als vrouw in de mannenwereld te werken? Ja. Hoe vind je dat? Het was even wennen, maar het is gewoon goed te doen. Aanpassen en... Ja, aanpassen en gaan. Ik heb hier Renske. Super, dankjewel. Fijne dag, doei doei. Renske, wat doe jij precies bij RKB? Ik ben planner hier. Oké, en wat houdt dat precies in? Dan zorg je ervoor dat alle kranen ingepland zijn, elke dag eigenlijk, en dat je alles oplost. Hoe ziet een typische werkdag voor jou eruit? Nou, het begint eigenlijk thuis al. Dan gaat de telefoon eigenlijk al regelmatig. En dan moet je al alles oplossen van wat er al loopt. Of dat iemand in één keer met spoed een kraantje heeft. En dan kom ik op kantoor en dan werk ik mijn mail af. En dan doe je gewoon de telefoon aannemen, et cetera. Dus jij bent eigenlijk de speel tussen de klanten, kraammachinisten. Ziet. En hoe is het als vrouw in een mannenwereld? Ja, ik vind het wel gezellig. Ja? Ja, ik vind het wel leuk. In ieder geval niet zo gekat. Ja, misschien wel naar elkaar toe, maar niet naar mij. Wat denk jij dat... uit te lachen. Wat denk jij dat vrouwen de sterke punten van vrouwen zijn ten opzichte van mannen? Nou, ik denk dat ze iets meer empathie en gevoel hebben dan een man. Merk je dat? Ja, en soms ook wel een nadeel hoor. Want ze denken wel van, oké, gaat deze meid dit voor me regelen? Weet je het zeker? Dat je het kan, zeg maar. Ja, gaat deze meid dat doen voor jou? Ja, precies. Dan denken ze, gaat dit wat worden? Maar... Uiteindelijk, ik denk dat het wel goed is. Oké, en welk advies zou jij vrouwen willen meegeven die in de mannensector willen gaan werken? Dus in de bouwsector of in de transport? Nou, ik zou het vooral gaan proberen. Ik denk trouwens ook wel dat het heel anders is in de mannenwereld op de bouw dan als je op een accountantkantoor of zo komt met alleen maar mannen. Ja. Ik denk dat het toch wel heel anders is dan in de bouw. Ander soort mens. Ja. Ik denk dat het al makkelijker is misschien om als vrouw te werken qua verhouding dan als je op een kantoor of zo komt met alleen maar mannen. We hebben nu ongeveer 30% vrouwen bij ons werken en je merkt toch wel dat het een heel ander soort sfeer is. Jennifer, wat doe je precies bij ons? Nou, ik ben allround medewerker. Oké, en hoe ziet een beetje een typische dag voor jou eruit? Ja, die is geen één dag hetzelfde, denk ik. Nee, jullie niet, nee. Een beetje het pand onderhouden, schoonhouden, bevoorraden. Zorg dat iedereen alles een beetje heeft. Ja, de jongens regen van de 10 keer achter de broek aan zitten dat ze dingen... Op moeten ruimen, schoon moeten houden. Ja, ze is best wel streng. Hoe vind jij het hier, de sfeer? Ja, ik vind dat wel heel leuk en gezellig. Ja? En met die mannen, want jij hebt ook wel eens met die mannen te maken. Ja, ook wel leuk. Ja? Ze zijn super aardig, ja hoor. Oké. Nou ja, dat was kort maar krachtig. Dankjewel, Jennifer. Als vierde hebben we hier Priscilla. En Pris is eigenlijk als leerling kraammachinist bij ons. Hey, wat doe je precies? Momenteel ben ik vandaag even een dagje met onze monteur mee. Want ik vind het technische gedeelte ook wel heel erg leuk om te leren en dat mag ook bij jullie. Maar meestal ga ik eigenlijk met de mannen mee op de kranen en dan gaan we heel de dag een beetje kijken. En, ik loop mee met de torenkranen, telescoopkranen en ook autolaadkranen. En wat vind je tot nu toe, wat spreekt je met
Het kriebelt wel het meeste de torenkranen, maar ik moet zeggen dat ik de telescoop met name vanwege de gewichten die ze kunnen dragen fantastisch vind. En autolaadkramen is gewoon ook heel wat anders en fantastisch ook. Wat vind jij ervan als vrouw in de mannenwereld? Nou, ik moet zeggen dat wij als vrouwen, wat ik ook van de dames om ons heen hoor, goed worden ontvangen op de bouw. Ja, het is daar een bepaalde humor die je altijd in iedere bouw eigenlijk wel hebt. En ik vind dat juist humor die mij heel erg aanspreken, waar ik me heel goed in kan vinden. Dus het is een beetje persoonsgebonden, denk ik, van wat je leuk vindt of niet. Maar ik denk dat de vrouwen zeker meer op de bouw moeten gaan verschijnen. Want ik denk dat wij echt wel een hele grote inhaalslag daar kunnen maken. Het leuke is, wij kennen elkaar eigenlijk van vroeger. Ik denk dat wij 15 jaar geleden bij elkaar in de klas zaten. Zeker, zeker. Zijn we elkaar een tijdje uit het oog verloren. En vorig jaar kwamen we elkaar weer tegen. Toen hebben we aan de praat geraakt. En ja... Dus nu staan we hier, nou ben ik leerling kraammachiniste. Ja. En wat zou jij vrouwen nog mee willen geven? Vrouwen die twijfelen om deze keuze, om deze kant ook op te gaan? Ik zou zeggen, probeer het gewoon. Want dit is echt iets wat je moet ervaren. Wil je weten of het echt iets voor jou of niet is. Maar ik denk dat het woordje mannenwereld wel een beetje van de bouw eraf mag gaan. Want ik denk echt wel dat wij als vrouwen veel meer ontvangen worden als dat wij zouden denken. Dus ik zou zeggen, ga de uitdaging aan en kom naar de bouw. Want het is waanzinnig. En wat vind jij van het feit dat, want wij hebben best wel een groot vrouwenpercentage hier in het bedrijf, wat vind je daarvan? Ja, waanzinnig. Ja, dat voelt ontiegelijk goed. Ja, dat betekent dat er inderdaad wel degelijk een bedrijf is die het aandurft met de dames. Want ik denk dat het ook vaak vanuit de organisatie zelf nog een beetje lastig is. Maar jullie geven ons gewoon die kansen en we pakken ze met alle handen vast. En nou ja, op de bouw worden we dus fantastisch ontvangen. Leuk. Al dan niet misschien zelfs nog vrolijker. Leuk. Nou, ik ga Priscilla volgen en we gaan het allemaal op camera vastleggen hoe je het vindt. Want binnenkort kan je er op de bouw zien. Zeker. Hou ons in de gaten. Susan is de laatste persoon die ik zou gaan interviewen. Maar die is eigenlijk net bij ons begonnen. Ze is vanuit Zwitserland hierheen verhuisd om leerling kraammachinist te worden. Ze was eigenlijk al vrachtwagenchauffeur daar. En die zal ik later in de volgende video laten zien. Ik hoop dat jullie de leuke video vonden. Bedankt voor het kijken. Mocht jij nou ook het idee hebben van, joh, ik ben als vrouw zijnde, of als man natuurlijk, geïnteresseerd in het werk. Je kan altijd een dagje met ons meelopen. Dus iedereen is hier van harte welkom. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!